Ondanks het onvoorspelbare weer waren er een hoop fans naar de Q-dag gekomen. Ik ben met deze muziek opgegroeid, want dat was de muziek bij ons thuis. Ja, een hele goede herinnering. Ja, uit mijn jeugd natuurlijk. Ik heb veel naar een optreden geweest. Ook, ja. Leuk hoor. Gitarist van het eerste uur Joop Roelofs geniet met volle teugen van de aandacht. Ik geniet er echt van. Ja, overal waar ik op kom weten ze tegenwoordig wie ik ben. En dat geeft altijd een warm gevoel en mensen worden gewoon blij als ik kom. Omdat ze ook beseffen van, daar komt die oude van 72, maar hij is er nog wel, weet je wel. Over leeftijd gesproken, denk nou maar niet dat bassist Peter Vink zijn dagen achter de bloeiende geraniums doorbrengt. Nee, ik ben nog steeds bassist. Dat blijf ik tot mijn lichaam het toelaten doen. Ik speel nu bij de band Night Area. DVD opgenomen in Polen. Er zijn 5 cd's uit. We hebben heel veel fans over de hele wereld. Ik hoop dat de mensen gauw komen kijken. Na een warm onthaal op het Almeloplein volgt een ereronde in een roze Cadillac door de wijk Morgenstond en Eskamp. Maar dan ben je toch eigenlijk wel een beetje een legende hoor, kan je wel zeggen. Ja, als 1000 mensen tegen mij zeggen dat ik een legende ben, dan zeg ik jullie hebben gelijk. Organisator Henk Augustijn kan terugkijken op een geslaagde Q65-dag. Ja, fantastisch om iedereen te zien genieten gewoon van de muziek en dat de Q er was, weer, dat ze weer terug zijn in Den Haag en dat ze ook echt onthaald worden. Weet je. This is the life I live.